Hoi. En welkom bij een van de video's van mij op YouTube. seconden, 525.948 minuten, 8.765 uur, 365 dagen, 52 weken, 12 maanden, 1 jaar! 1 jaar video's op YouTube. Dat moeten we vieren. Het lijkt nog maar gisteren dat ik mijn eerste video uploadde en op de uploadknop drukte. In een jaar gebeurt natuurlijk veel, dus ga met me mee terug in de tijd en bekijk mijn eerste video en vervolgens de hele playlist hier. En dan nu het overzicht van mijn eerste jaar op YouTube in 4 minuten. Go! Ik wilde mijn video's beginnen met koffie, maar ik hou niet van koffie, dus werd het chocomelk. Ik ben slecht in voorstellen. En welkom in mijn leven. Dus vertel ik over mijn vissen, pakiet, konijn, oh en Peter zijn foto. Mijn tweede video is een stuk serieuzer. En dat dus voor kan zorgen dat homo's niet kunnen trouwen, is wat mij betreft echt totaal niet meer van deze tijd. Het was warm buiten. Heel warm. Zo warm dat ik er lelijk van ga kijken. Ik nam Snapchat, snapte er niks van, snapte er nog steeds niks van, leerde het en vind het nu geweldig. Mijn eerste timelapse. Hoe zet je een hoorgordijn in elkaar? Resultaat was niet geweldig, maar we hadden tenminste lol. Binnenkort weer. We gingen naar het park, zagen dieren, zagen nog meer dieren en we hadden een picknick. Het was lekker. Onze eerste video samen. We gingen tekenen. Erg ambitieus, want ik kan totaal niet tekenen. Iets waar Peter ook achter kwam. En toen dacht jij, laat ik gewoon ineens hand erin gaan gooien, want dat is een goed idee. Op vakantie, met de auto, naar het strand. Ons hotel had een mini-keuken, een mini-magnetron en een mini-bad. En, uiteraard, uitzicht op zee. We gingen eten, waarna ik geheel onverwacht zijn huwelijk werd gevraagd. Iets wat ik in de video probeerde te werken op een iets te subtiele manier. Ik zuig in minigolf. Nee, echt. Echt heel erg. Heb jij gewonnen? Surfen ging me niet beter af. Ik probeerde en probeerde. Ik moet meer oefenen. Peter knuffelde konijnen, ik knuffelde een geitje, waarna ik al snel een hele kudde om me heen had. Het zwembad was leuk. Duiken was leuker. Wat een geweldige eerste ervaring. Ik wil weer gaan duiken. Terug naar huis om ruim een maand later weer te gaan. We misten de trein, mochten toch nog mee en zagen de Eiffeltoren en andere oude dingen. Oud gebouw. Nog een oud gebouw. Deze paste helaas niet in mijn tas terug. Kak. Ik besloot om mezelf te gaan interviewen en onthulde schokkende dingen. De kleur van mijn tandenborstel, favoriete superheld en favoriete celeb. Hey, Bono, hoe gaat het? De laatste dag van het jaar en het weer was in de war. Waar was die sneeuw? Ik hou niet van oud en nieuw. Ik hou niet zo van oud en nieuw. Ik hou wel van oliebollen. Lekker. 'S Avonds hadden we snacks en natuurlijk champagne. Proost. De volgende dag vroeg op om als eerste in een uitgestorven sportschool te staan. We kochten een kraslot en wonnen de hoofdprijs. 20 euro. We gingen naar vrienden en speelden een spelletje. Tijd om nieuwe dingen te proberen. Op het menu stond buitenland snoep. En nog meer snoep. En nog meer snoep. En nog meer snoep. En ook een drankje. En iets heel zuurs. En dit proefde ik zelfs blind. Het was tijd voor een frisse start, dus ik schoor mijn haar af. En stond ruim een half uur in de rij om een GoPro te kopen. Ik ging naar de stad, naar de stad, naar de stad en ging winkelen, op zoek naar iets leuks. Ik vond niks. Ik kocht niks. Ik raakte bijna mijn iPhone kwijt, maar deze vriendelijke man gaf hem toch weer terug. Alsjeblieft. Dankjewel. Soms win ik dingen. Dat kwam goed uit, want mijn oude oortjes waren kapot. Dus won ik nieuwe. We zochten overal naar een gouden ei. Vonden het gouden ei en wonnen een paaslunch. Op de kermis vertelde Peter dat hij helemaal niet van zuurstokken houdt. Ja, zo hard en plakkerig en dat zit niet, ja, dat kun je niet fijn gewoon nog op zaddelen. Tenminste, ik denk dat het daarover ging. Ik had enorme lol in de Jimmy tent.
en was blij dat ik niet in de glijbaan vast kwam te zitten. In Breda aten we krokodil, moesten we schuilen voor de regen en maakten we creatieve foto's. Oh, en ik liet een vriendin schrikken. Ik maakte een video over teleurstellingen, fietste naar Eindhoven, 15 kilometer, ging naar de film, met mijn nichtje naar de ballenbak en er was drama in het pretpark. Ik ging van de glijbaan bij Mudmasters, sprong in het diepe bij de breakout run en zag prinsessen, Power Rangers en drakenboten. En nu zit ik hier deze video te bewerken, terugblikkend op 1 jaar op YouTube. 1 jaar lijkt misschien nog niet zo lang, maar toen ik hier aan begon wist ik niet zeker of ik het überhaupt 1 jaar vol ging houden. En hoewel ik het nog steeds super leuk vind om video's te maken en ik er zeker mee doorga, heb ik af en toe ook wel tegenslagen gehad. Zo vond ik het soms lastig om gemotiveerd te blijven. Je steekt veel tijd en moeite en soms zelfs geld in een video en dan blijft het aantal views of abonnees een beetje steken. Maar ik heb geleerd dat hoewel views en abonnees en een publiek natuurlijk belangrijk zijn, maak ik deze video's vooral ook voor mezelf. Ik heb tijdens het bewerken en tijdens het filmen ervan heel veel geleerd en ik merk ook dat sinds mijn eerste video's ik enorm ben gegroeid. En dat is iets wat je natuurlijk niet in views of in geld kan uitdrukken.